Beeld uit de binnenstad van Zwolle voor aanvang van de 55ste Ster van Zwolle. Traditionele opener van het wielerseizoen en je merkt dat de renners er zin in hebben. Staan te popelen, ook bij het inrijden en natuurlijk ook veel regionale renners. Zoals hier, Jasper Hamelink. De winter is lang geweest, hard getraind. En er staat vandaag veel wind. Het is wel fris nog, maar veel wind. Dus dat maakt de ster mooi en ik denk dat het wel oorlog wordt. Oorlog wordt er dus verwacht. Ook door deze Peter Lenderink. Ik denk dat ik me wel goed voel, maar ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Dus het is wel spannend. Wat is er precies spannend voor jou? Ik weet niet hoe hard het gaat, hoe lastig het is om voorin te komen. Dat vind ik spannend. Hectisch zal het wel zijn. Peter Lenderink in het Rabo Development Team. En als wethouder René de Heer de mannen wegschiet, gaan we onderweg voor de 55ste ster met 193 renners over 178 kilometer. De ster van Zwolle in de richting van Windesheim en Weijen. Natuurlijk de hectische taferelen als iedereen probeert om een zo goed mogelijke uitgangspositie te krijgen. In Zwolle-Zuid, langs Zandhoven. En als die brede rotonde dan is genomen, kan dat lange pak van renners onderweg in de richting van Windesheim, waar de wedstrijd ook echt gestart gaat worden. Hier bij de molen. Eén grote groep. Alles zit nog dicht bij elkaar. En daar aan de buitenkant is er één teamlid van het babydump team die probeert om weg te komen. Kansloze poging hier. Met ook Bas Tietema uit Zwolle. Hier in het team van BMC. En Elmar Reinders, de man uit Emmen. In het team van Joop Piels. Team van ploegleider Han Vanold. Mooie beelden uit de Overijsselse berm. En het tempo in het begin van de wedstrijd ligt hoog. Heel hoog. Af en toe zelfs moordend hoog. En je merkt dat er groepen ontstaan. Dit was groep 1. En daar een seconde of 15 achter groep 2. En hier hebben we weer Peter Lenderink. Goed mee in zijn eerste ster van Zwolle in het Rabo Development Team. Natuurlijk ook de eerste wedstrijd van de nieuwe topcompetitie. En dus willen de ploegen er goed uitzien. Veel ogen gericht op de mannen van Joints de Rijke. Hier in de richting van Raalte bij camping Krieghuis Belten. En daar is het gas geven. Want er wordt tempo gemaakt in de kopgroep. Want de kopgroep hebben we hier. Vanaf Raalte ongeveer een man of 20. Die dan een halve minuut pakken op het achtervolgende peloton. En ook dat peloton wordt op dat punt in stukken gereden. Uiteindelijk zijn er 3 stukken in het peloton die in de richting van de Lemelerberg gaan en bij de berg uiteindelijk weer bij elkaar komen. Op jacht naar de kopgroep. En die voorsprong van die kopgroep die blijft er. Hier op de Lemelerberg. Met veel publiek langs de kant van de weg. En ondertussen zijn er wel wat ontsnappingspogingen. De mannen van Joop Piels zitten goed aan de voorkant. Maar dat geldt ook voor de mannen van de Rijken. Niemand komt daar weg. En er wordt goed opgelet. Iedereen zit hier heel rustig. Op jacht naar de kopgroep. Wij gaan even buurten bij ploegleider Han Vanold. Nou, ik denk de grote blokken, die hebben mannen erbij. Rabobank zit erbij, Meertag zit erbij, Piels zit erbij.
Alleen de Rijken heeft met twee man erbij natuurlijk, dus die zouden nog kunnen gaan rijden. Ja, als ze gaan rijden, dan moeten ze wel mensen gaan opsoeperen en ik weet niet of ze dat doen. En, ik weet niet of de andere ploegen in staat zijn om het gat dicht te rijden, maar 1.30 is wel een hele mooie marge alvast. De analyse van Han Vanholt, de ploegleider van Joop Piels, en zijn mannen maken de wedstrijd. De eerste lus rond Zwolle voorbij. Hier weer terug bij het PEC Zwolle stadion. De spelersbus van Vitesse staat daar. Nou, dat heeft te maken met een wedstrijd van de jeugd. En de mannen van Joints de Rijke gaan proberen om weg te komen. Met Ronald van Zandbeek. En dan gaan we onderweg in de richting van Dalfsen en Ommen. Dit is het punt dat je ziet dat de mannen die even weggesprongen zijn weer bijgehaald worden. En zo is de kopgroep weer weg en krijgen we een man of 40 aan de leiding in de wedstrijd. En de achtervolgende groep gaat hard. Proberen snel in de richting van de manaankop te komen. Dit is groep 2 over de brug bij Dalfsen en dan via Vilsteren naar Ommen. Daar in het mooie Vechtdal. Even de hand omhoog, maar hij heeft problemen. Peter Lenderink, problemen met het voorwiel, hij moet dan geholpen worden. En op dat moment gaan er twee man vandoor van Joints de Rijken. Dat zijn Jetse Bol en Robert de Graaf. En Bol is goed in de aanval. Hier inmiddels in Hasselt. Een heel stuk gehad, boven langs gesneden en dan de dijk op in de richting van Geenemuiden. Normaal gesproken een scherprechter in de Ster van Zwolle. Deze dijk waar je de wind frontaal van voren krijgt. En er wordt nog steeds hard gekoerst. Het gemiddelde in de wedstrijd ligt op 43,5 km per uur. En dat in stukken waar de wind af en toe echt vrij spel krijgt. En zo ontstaat er een kopgroep van eerst een man of 20. Daarna een man of 15. En je ziet dat er ruimtes ontstaan. Via Kampenzeedijk. Dit is de kopgroep met een man of 6. En daar ook Steven Lammertink bij uit Enter. Hier met nummer 21. Deze mannen hebben goede benen. Joints de Rijken daarbij, Babydump daarbij en ook de mannen van Pools als we de brug richting Kampen opgaan. En de ervaren renners in deze wedstrijd weten dan ook dat het op dat moment nog een kwartier of 3 te gaan is. Langs de 2 en de 3 masters. Vandaag geen visje halen in Kampen, maar door met de koers. En dan gaan we in het richting van de Zanden. Ook dit een moeilijk punt. Hier valt het nog wel mee, maar straks als je op de dijk komt in de richting van Zalk, op dit punt is het ook weer zo'n bekend punt waar je de wind vaak pal van voren hebt. Reinders. Hij gaat er vandoor. Elmar Reinders, de man uit Emmen, heeft goede benen. Gaat er in zijn eentje vandoor en pakt een meter of 200-300 op de kopgroep. En die kopgroep die wordt dan weer bijgehaald. De 6 worden ingerekend. Het zijn er op dat moment een man of 9, 10, 11, 12 die in de richting rijden van Zwolle. Op jacht naar Elmar Reinders, die er toch vandoor gaat, maar hier voor de oude brug, de oude IJsselbrug bij Zwolle weer is bijgehaald. Reinders, hij moet nu alle zeilen bijzetten. En dan komt er een mooie ontknoping aan in de straten van Zwolle. Als we onderweg gaan naar de nieuwe Isera-klinieken, want daar ligt de finish. Over de IJsselallee. Reinders kijkt en iedereen zit erbij. Dit zijn de mannen die het moeten gaan doen. Zometeen in de richting van de finish. En daar is dan Elmar Reinders als eerste. Het is Elmar Reinders die uiteindelijk wint voor de Noor. Havard, Jorbrek, Blikra. En Elmar Reinders is de man van de wedstrijd. De man uit Emmen wint de 55ste Ster van Zwolle.
Ja, een hele mooie overwinning. Dus we hadden gehoopt op een zware koers. En, Hey, laat die camera mensen maar. Hey. Fantastisch. Schitterend. En ook de noordelijke pers nog aanwezig is helemaal voor elkaar hier. Hey. Zoenen erbij. Gefeliciteerd. Hoe was de koers? Ja, de wind was, er was veel wind. En ik denk echt dat we als ploeg veruit de sterkste waren. En als je dan de koers nog kan winnen, dan is dat echt heel mooi.